Ja, volgens mij heeft u een hele originele manier bedacht om maar cool te blijven. Ja, zeker hoor. Als je een winkel hebt, kan je altijd gebruik van de koelkast maken. Hè? Even erin, een beetje afkoelen, dan kan je weer aan de slag. De regio gaat gebukt onder de hitte, maar voor mezelf en mensen die uit de tropische oorden komen is het business as usual, gesneden koek. Vandaag wordt het tussen de 30 en 32 graden. Vinden we dat heet of niet? Oh, nee, ik vind het normaal hoor. Kijk, het is een beetje Surinaamse temperatuur. Ik vind het heerlijk. Bij deze een paar tips om het hoofd koel te houden deze komende dagen van ervaringsdeskundigen op de Rotterdamse Kruiskade. Veel drinken en heel rustig blijven. En af en toe naar de korte dingetjes die langs zwiepen even kijken, dan koel je ook even af natuurlijk. We zijn het gewend, wij komen uit Suriname, dus daar is het altijd warm. Ik doe wel een binnen t-shirt aan, een witte. En als ik een beetje getranspireerd ben, dan wordt het nat. En als het een beetje waait, dan is het helemaal cool. Lekker naar de café gaan, wat drinken, wat met je leven doen. Meer drinken, water, kamertemperatuur en dat. Je moet gewoon rustig blijven in de schaduw zitten, veel water drinken. Eigenlijk heel simpel. Je weet toch, van een mier maken ze een olifant. Je weet toch, maar het is gewoon normaal. Is de hitte hier in Nederland nou anders dan de hitte in Suriname? Het is anders. Suriname waait een beetje, denk ik. Hier is het zo een beetje droog en benauwd, weet je. Dat is het. Mij mag het heel, van mij wat heel jaar zo zijn natuurlijk. Hè? Ik heb er geen moeite mee hoor. Ja, vooral die korte rokjes, hè? Ja, die blijf ik zeker bewonderen. Ja. Die moeten massaal naar de Kruiskade komen. En mijn eigen tip tegen de hitte is eet pittig. Zou je denken, ga je van zweten, koel je ook vanaf.